schoolkantine van de Fontys Sport Hogeschool. En daar gaan we al. Die mag geen kantine worden genoemd. Nou, je maakt de fout al om te zeggen dat het een kantine is. Wij zeggen liever dat het een restaurant is, hè? Een zelfbedieningsrestaurant. En ordinair eten, happer de hap hap, dat verkopen ze ook al niet. Sodexo heeft het fair-to-food concept ontwikkeld. Het fair-to-food concept. Voor het fair-to-food. Ja, fair-to-food. Eerlijk naar voedsel. Juist. En dat fair to food, dat was een eis van Fontys bij de ingebruikname van de Sport Hogeschool. Nou, voordat we hebben besloten wie dat er de catering ging doen, hebben we hier als eis gesteld. Wij willen geen gefrituurde spulletjes en willen gewoon uitstralen dat we gezonde voeding hebben. Want een sportstudent eet natuurlijk heel anders als een techniekstudent en HBO-V-studenten, dus verpleging, een PABO-student. Ondanks het feit dat ze heel de dag in beweging zijn, spot ik toch twee bijna dikkertjes. 1,89 uit mijn hoofd en 93 kilo. Lengte 1,75 meter, gewicht 91 kilo. De 22-jarige Bjorn is duidelijk zwaarder dan de rest van zijn collega's sportstudenten. Vind jij jezelf dik? Nee, ik vind mezelf niet dik. Nee, zeker niet. Eet je frikandellen, eet je kroketten, eet je patat, drink je veel? Alcohol drink ik helemaal niet. Ik denk dat we allemaal wel eens een keer frikandel of kroket of friet eten. Dat moet ook kunnen, vind ik. Op de school verkopen ze ook sporadisch gezonde snacks. Maar voordat je bij het worstenbroodje bent, dan heb je al een gezonde route moeten afleggen. Maar je komt inderdaad binnen en je loopt niet meteen bijvoorbeeld tegen de frisdranken aan, wel tegen de zuivelproducten. Zodat ze in eerste instantie keuze moeten maken uit gezonde producten en vervolgens pas bij de minder gezonde producten komen. Het fruit staat op een prominente plek uitgestald. Zodat als ze als we de slechte producten al verkopen, bij de slechte producten komen, hun dienbladje in principe al vol hebben liggen. De worstenbroodjes die staan wat meer achterin. Dus we proberen mensen te verleiden om een gezonde keuze te maken. Maar het blijft hun eigen keuze uiteindelijk. En wat blijkt, ondanks de gezonde route lopen toch heel veel lievertjes, bijna linea recta, naar het toch foute eten. Ja, wat ga je doen? Ik heb een broodje Unox. Een broodje wat? Broodje Unox. Is lekker. Worst. Ja, worstje. Worst, broodje en een tosti. Is niet gezond, jongen? Nee, maar ik sport genoeg, dus dat kan ik wel hebben. Mag ook af en toe een keer, hè? Een keer voor wennen. Hoe gezond eet jij? De laatste tijd heel slecht. Oh, vertel eens. Nou, niet meer gestructureerd en ik let niet op wat ik eet. In de zin van gezond voedsel of vet voedsel. Dat kan heel erg verschillen. Moet je slank zijn als je hier studeert? Nee, je hoeft niet slank te zijn als je hier studeert. Als je maar aan alle eisen kan voldoen. Maar het hoort toch wel bij de sporten? Ja, je wil iets uitstralen. Kijk, dus we willen het liefst ook iets gezonds uitstralen. Maar misschien als we met z'n allen mensen met overgewicht wat willen verleiden om meer te bewegen, is een goed voorbeeld van iemand die zelf niet al te slank is, wel effectiever dan iemand die erg mager is. Hebben ze ook worteltjes achter jou? Hebben ze worteltjes achter mij? Hoezo? Dat is een vraag. Oh, of ze dat achter mij in de kantine hebben? Ik zou het niet durven zeggen. Ik denk het wel, geraspt geloof ik.